Yes. Oké, dus goedemiddag allemaal. Ik zou jullie graag nu wat meer vertellen over wat ik de laatste 4 jaar gedaan heb. En mijn thesis heeft een heel moeilijke Engelse titel, die zich vertaalt in het Nederlands naar een multischaal experimentele identificatie van porischaalprocessen veroorzaakt door vriesdooi in poreuze minerale bouwmaterialen. Nu, dat is een hele mond vol, en om deze titel eigenlijk te gaan verklaren, zullen we hem gaan opsplitsen in verschillende delen. En daarbij zal ik beginnen met poreuze minerale bouwmaterialen. Nu, wat zijn dat precies? Dat zijn minerale materialen die we gebruiken om dingen te bouwen. Dus bijvoorbeeld, natuursteen is zo'n materiaal, en we zien die dan ook veelvuldig terug in het Vlaamse cultureel erfgoed. Een tweede voorbeeld van een mineraal bouwmateriaal is beton, ook veelvuldig gebruikt, zoals je hier kan zien in de Boekentoren in Gent. En een derde poreus mineraal bouwmateriaal zijn keramische materialen, zoals dakpannen en bakstenen. En die vind je natuurlijk ook veelvuldig terug doorheen heel het Vlaanderenland. Nu, als we die materialen allemaal microscopisch gaan bekijken, zien we eigenlijk dat die opgedeeld zijn en in poriën, dus kleine gaatjes in het materiaal zelf. En dat kan je heel goed zien hier op deze doorsnedes, op deze microscopische doorsnedes. Dus bijvoorbeeld deze kalksteen bestaat uit zwarte poriën. En rondom zit dan een grijze zwarte matrix. En hetzelfde geldt eigenlijk ook voor beton hier en voor een doorsnede doorheen een baksteen hier. Met dus de gaatjes of de poriën in het zwart en alle solide materiaal, het vast materiaal rond in het grijs. Nu, al die poriën, al die gaatjes kunnen een heel verschillende grootte hebben. En die grootte kan variëren van de millimeterschaal of nog groter tot de nanometerschaal. En om dat wat te kaderen, heb ik hier verschillende objecten opgelijst die een bepaalde grootte hebben tussen 1 millimeter en 1 nanometer. Dus bijvoorbeeld een potloodpunt is 1 millimeter dik. En dan pollen zijn dan 100 micrometer groot in diameter. En zo verder. En een coronavirus is ongeveer 100 nanometer in diameter. En wanneer we naar nanometers gaan, zitten we eigenlijk al op een atomaire of een moleculaire schaal. Nu, die schaal zegt jullie waarschijnlijk niet zo heel veel. Dus als we dat gaan vergelijken, bijvoorbeeld 1 millimeter, als we dat gelijkstellen met de grootste berg op aarde, dus de Mount Everest, is 8,8 kilometer groot, dan is de kleinste 1 nanometer. Is dan gelijk met ongeveer de diameter van een vlieg. Dus dat wil zeggen dat er een heel groot schaalverschil is tussen alle verschillende poriën in onze gesteenten. En dat zal eigenlijk zorgen dat je een heel complex netwerk van poriën kan creëren. Ik heb mijn onderzoek gedaan op twee verschillende soorten natuursteen. En de eerste soort natuursteen is een Bentheim-zandsteen. En die zie je, je ziet daarvan een cilindrisch stuk. Hier van zandsteen, maar die kan ook rozig worden. En microscopisch ziet hij er eigenlijk zo uit. Dus dat zijn allemaal verschillende zandkorreltjes, bestaande uit kwarts en uit veldspaat. En daartussen zit eigenlijk zwarte ruimte, en die ruimte is de poriruimte. Daarnaast zit er ook kleimineraal in, en dat wordt hier aangeduid door het witte pijltje. Nu, die poriën die hebben allemaal, zoals ik net verteld heb, een verschillende grootte. En voor Bentheim zit de grootte van de poriën voor de meeste poriën ongeveer rond de 40 micrometer. En de meeste poriën zitten daar dus mooi rond verdeeld, maar je ziet ook in de pori grote verdeling hier onderaan dat er ook heel wat kleinere poriën aanwezig zijn in deze steen. Nu, de Bentheim-zandsteen wordt in Vlaanderen veelvuldig gebruikt in verschillende soorten monumenten. In Gent is een bekend voorbeeld het Museum voor Schone Kunsten, waar we de Bentheim terugvinden, hier bovenaan in het fronton. Maar daarnaast vinden we het ook terug in oudere bouwwerken, zoals de Sint-Rombouts-toren in Mechelen, waar we de Bentheim-zandsteen terugvinden als de zwarte bouwstenen die we hier op de toren zien. Want Bentheim typisch verweert naar een soort, krijgt een zwartere korst als het verweert. Dus die heeft typisch dan een zwarte kleur. En dat zien we ook terug in het stadhuis van Antwerpen, waar de beelden hier aan de zijkant bestaan uit Bentheim zandsteen die na verloop van tijd zwart.
De tweede soort natuursteen die ik onderzocht heb is de Franse Savonnière Limestone. En die komt uit het kalksteen. Die komt uit het district van de Maas. En deze kalksteen bestaat uit verschillende laagjes van bolletjes, fossiele bolletjes, die bestaan uit kalk. Afgewisseld met laagjes die bestaan uit fossiele schelpjes. En als we daar microscopisch gaan naar kijken, dan zie je dat die bolletjes, of oïden ook genaamd, gedeeltelijk opgelost zijn. Dus die zijn hol van binnen. En dan is de steen aan elkaar gekit, gecementeerd met calcietcement. Dus dat zijn die driehoekige vormpjes die je hier rondom alle oïden ziet. Nu, die cementatie is gedeeltelijk gebeurd, dus er zitten ook holle ruimtes of poriën tussen het cement. Die verschillende soorten poriën kunnen dan samen een heel complex porienetwerk vormen, met allemaal verschillende poriën van verschillende groottes. De grote poriën zijn allemaal ongeveer 100 micrometer. Dus dat zijn de poriën in de oïden. Dat gaan we nu kunnen zien. En de poriën... En de poriën die hier naast de oïden in het cement zitten, die zijn allemaal ongeveer 100 micrometer. Maar daarnaast hebben we ook kleinere poriën van ongeveer 20 micrometer gemiddeld. En die zitten hier, dat zijn hele kleine microporiën die tussen het cement zitten. En dan zijn er ook nog poriën van 100 en 700 nanometer. En dat zijn eigenlijk verbindingsporiën die in die fossielen zitten. En die gaan eigenlijk de binnenkant van die fossielen gaan verbinden met de buitenkant. De Savonnière kalksteen vinden we ook veelvuldig terug in Vlaanderen. En dan wel in gebouwen die gebouwd zijn tussen ongeveer 1850 en 1925. Zoals bijvoorbeeld hier in Gent, de campus van de Plateau, waar de twee bovenste verdiepingen, waar Savonnière veelvuldig in terugkomt. Net als het beursgebouw in Brussel, waar Savonnière in deze gevel verwerkt zit. Maar het kan ook gebruikt worden als vervangmateriaal voor natuurstenen die niet meer te verkrijgen zijn, zoals hier gebeurd is in de Sint-Baafskathedraal in Gent, maar het diende als vervanging van de ledensteen. Een tweede deel van de titel is dus vriesdooi. Wat is dat precies? Dat is dus, als je overdag is het warm en dan 's nachts gaat je temperatuur zakken onder nul, en dan bevriest het water in je steen en dan 's morgens stijgt de temperatuur weer en kan het water gaan dooien of het ijs gaan dooien in de steen. En zo gaat dat eigenlijk verder. Dat is een typisch patroon die we kunnen zien in de winter. Nu, dat zorgt ervoor dat je steen eigenlijk mechanisch gaat verweren. En in bergachtige gebieden ziet het er zo uit met gigantische blokken van verweerd gesteente. En uiteindelijk kan dat leiden tot desastreuze gevolgen met bijvoorbeeld de rotsen die wegen, gebouwen gaan vernielen. Nu, in België ziet vorstverwering er helemaal anders uit. En moeten we ernaar kijken op een iets kleinere schaal. Dit voorbeeld hier is een van de muren van mijn oma. En deze bakstenen zijn een beetje afgeschilferd. En dat komt eigenlijk door vriesdooiverwering. Daarnaast kunnen we ook vriesdooiverwering terugvinden, bijvoorbeeld hier in de betonnen plaveisels van het Sint-Pieterstation in Gent, waar je ziet hier aan de randen dat deze afgesplinterd zijn, verweerd zijn door vriesdooi. Nu, een van de zaken die ik wil gaan onderzoeken in mijn doctoraat is hoe worden die drukken in de stenen gecreëerd door vriezen en door dooien. En daarvoor moeten we gaan kijken naar de processen die zich gaan afspelen in de poriën van dat materiaal, dus de porieschaalprocessen. Er is natuurlijk, om water te kunnen bevriezen in een steen, water nodig in de steen. Dus de steen moet eerst water opnemen. En zoals ik net verteld heb, is een steen dus een complex netwerk van allemaal poriën. En die poriën gaan allemaal een soort kracht uitoefenen op water, waardoor dat water in die poriën gezogen wordt. De stenen zijn eigenlijk een beetje zoals een spons. Nu, als water in de steen zit, gaat het gaan bevriezen wanneer de temperatuur onder nul gaat zakken. Nu, het is belangrijk om te weten dat niet al je water tegelijk in een steen kan bevriezen. Water kan bevriezen bij 0 graden wanneer het in poriën zit die groter zijn dan 1 micrometer. Dus
om dan verder je water te gaan bevriezen, moet je eigenlijk, dus in kleine poriën, moet je eigenlijk de temperatuur doen zakken. Dus bijvoorbeeld, om water te bevriezen van 100 nanometer, moet je de temperatuur met 1 graad zakken. Voor 50 nanometer 2 graden, 10 nanometer bijvoorbeeld 3 graden. Nu, als je een steen die bestaat uit twee grote macroporiën, verbonden met een microporie, gaat bevriezen langs één kant, dan zal ijs zich gaan vormen waar het koudst is. Dus hier langs de linkerkant in deze ene grote porie. En het zal beginnen groeien tot het ongeveer de hele porie gevuld heeft. Maar omdat de temperatuur nodig om deze kleine porie te penetreren lager is, kan het ijs dus eigenlijk deze kleine porie niet gaan penetreren. En dat zorgt eigenlijk voor een onevenwicht in het ijs. En dit zal ervoor zorgen dat water aangezogen wordt naar het ijskristal uit de verbonden onbevroren poriën. En dit is een proces die cryosuctie genoemd wordt. Nu weten we nog steeds niet hoe eigenlijk druk ontwikkeld wordt in een gesteente, waardoor het dus gaat breken. Nu, de eerste verklaring die men vaak geeft is volumetrische expansie van water naar ijs. Dus als je water gaat kristalliseren, zet het 9% uit. En als we vriesdooiverwering gaan googlen, zien we dan ook heel vaak diezelfde uitleg terug. Dus water in een breuk, het bevriest, het zet 9% uit. En de breuk zal daardoor groter worden. Nu, eigenlijk is dit een foute verklaring. Waarom? Omdat je eigenlijk drie situaties nodig hebt die... Ja, waaraan moet voldaan worden voordat volumetrische expansie schade kan berokkenen. Dus je breuk moet meer dan 91% gevuld zijn met water. Het moet heel snel bevriezen en je breuk moet zich in helemaal afgesloten condities vinden. En die drie zaken zien we eigenlijk nooit terug of bijna niet terug in natuurlijke condities. Waar we dit wel zien, is bijvoorbeeld in je vriezer. Als je een vloeistof gaat bevriezen, vele mensen onder jullie hebben dat al voor gehad, dat je dan daarna je diepvries mag gaan proper maken. Een tweede soort druk, of een tweede verklaring voor drukken, werd ontwikkeld in de jaren 50 en is ook gebaseerd op die volumetrische expansie. Maar hier gaan we kijken naar hoe water zich daardoor verplaatst. Dus als ijs hier in de grote porie zal vormen en het 9% uitzet, zit er eigenlijk te veel water in die grote porie, waardoor dat water geforceerd zal worden naar de kleine poriën die aan die grote poriën hangen. En dat forceren van dat water zorgt voor hydraulische drukken die de steen dan kunnen doen breken. Nu, in de jaren 70 hebben ze daar dan experimenten voor gedaan om dat eigenlijk te gaan onderzoeken. En in die experimenten gebruikten ze vloeistoffen, zoals benzeen, die gaan krimpen terwijl ze bevriezen en dus niet gaan uitzetten. En daar zagen ze ook schade door vriesdooiverwering. Dus dat wil eigenlijk zeggen dat die 9% expansie en die hydraulische drukken niet de primaire oorzaak zullen zijn van vriesdooischade. Wat dan wel misschien de primaire oorzaak zal zijn, zijn kristallisatiedrukken. En om dit uit te leggen, heb ik een cilindrische porie getekend met bovenaan een poriewand en onderaan een poriewand, bestaande uit vast materiaal. En daarin een cilindrisch ijskristal die twee krommingen heeft. Dus hier, kromming 1, is dus de buiging van het kristal in de open porie. En kromming 2 is dus redelijk vlak. Langs de poriewand van het gesteente. Nu, om een evenwicht te bereiken, wil een kristal altijd één soort buiging of één soort kromming hebben. En daarom zal kromming 2 eigenlijk willen gaan groeien om dezelfde kromming als kromming 1 te gaan bereiken. Nu, omdat die poriewand in de weg zit, kan hij eigenlijk niet gaan groeien en gaat hij dus eigenlijk druk gaan uitoefenen op die poriewand omdat hij wil groeien. Dus deze drukken worden kristallisatiedrukken genoemd. En het is belangrijk om te zeggen dat hoe kleiner de porie waarin dit gebeurt, hoe groter die kristallisatiedrukken zullen zijn. En dus ook hoe groter de kans is dat je steen zal gaan breken door deze drukken.
Nu, we hebben heel veel porieschaalprocessen net gezien, die allemaal gebeuren tijdens het vriezen. En dat maakt de situatie in de realiteit heel erg complex. Nu, een complexe situatie is heel moeilijk om tegenwoordig te gaan modelleren. En dat maakt het dan ook heel erg moeilijk om een risico voor vriesdooiverwering van een bepaald gesteente in te schatten. Dus het is moeilijk om te zeggen van in deze situatie zal je steen gaan breken. Nu, om de situatie wel beter in te schatten, moeten we dus gaan kijken naar welke porieschaalprocessen er gebeuren. En daarom heb ik drie verschillende dynamische processen eigenlijk onderzocht. Dus één van die processen, de eerste is de evolutie van het ijsgehalte in mijn steen. Twee is dan hoe of waar zullen die ijskristallen gaan vormen. En een derde is hoe gaat water of onbevroren water gaan bewegen in mijn gesteente. Bijvoorbeeld voor hydraulische drukken zullen we zien of is het geval dat water weggeduwd wordt van het ijskristal en bij kristallisatiedrukken zal water eerder aangezogen worden door ijskristallen. Dus het doel van mijn thesis is eigenlijk om al deze drie dynamische processen in beeld te brengen, om zo eigenlijk beter te verstaan wat er zich gaat afspelen op de porieschaal en hoe dat effect zal hebben op verwering van een steen. En dan komen we dus aan het laatste deel van mijn titel. Dat is dus een multischaal experimentele identificatie. Nu, dat houdt eigenlijk in, of dat zijn eigenlijk mijn methodes die ik ga gebruiken om dat alles te gaan onderzoeken. En het is een multischaal, dus ik ga methodes gebruiken die op een verschillende schaal werken, gaande van de macroschaal, waarin ik grote stalen ga onderzoeken en hoe die precies gaan verweren, of hoe ijs daar precies gaat invormen. En dan ga ik over een mesoschaal, dus een net iets kleinere schaal, waarin ik de porieschaalprocessen ga proberen in beeld te brengen, naar een microschaal, waar we echt in de porie gaan kijken wat er precies gebeurt. Maar om dit alles uit te leggen, zal ik dus gaan beginnen met de macroschaal. Nu, het eerste wat je doet als je vriesdooi gaat onderzoeken, is een steen water verzadigen en hem in een klimaatskast leggen waar deze steen vriesdooicycli kan ondergaan. Bijvoorbeeld deze 100% verzadigde Bentheim, dus 100% van de poriën zijn gevuld met water, alle poriën zijn gevuld met water. Na 7 cycli zie je dat er al barsten gaan inkomen. Na 49 vriesdooicyclusen zie je dat een heel deel van de steen al afgebroken is en na 140 cyclusen is er nog een stukje van de steen afgebroken. Dit zie je dan ook voor de 80% gesatureerde steen. Dus 80% van de poriën zitten hier gevuld met water. En je ziet ook dat na zoveel cycli de barsten die erin zitten groter worden. Nu, die barsten, we zien, dat is een bepaald patroon die we terugzien. En dat noemen we in het Engels een bursting pattern, waarin de steen eigenlijk gaat barsten van binnen naar buitenuit. En we zien die barsten in de steen verschijnen wanneer hij 70 of 80 of meer 70 tot 80 of meer procent water bevat. Voor Savonnières zien we een heel ander verweringspatroon. Voor de 100% gesatureerde steen zien we eigenlijk dat hij verschillende schalen gaat verliezen, totdat hij eigenlijk een soort balletje vormt. En dat is wat we in het Engels een scaling pattern noemen, of ja, geschaald verweringspatroon. We zien schade bij deze steen wanneer hij 60 tot 70% of meer verzadigd is. Dan zie je hier de 60% verzadigde steen zal eigenlijk ook na 77 cycli een breukje gaan vertonen. En die volgt eigenlijk een laag schelpjes die hier van boven in het vlak zit en zal gaan afbreken na ongeveer 140 vriesdooicyclusen. Een tweede soort experimenten die ik gedaan heb op macroscopisch niveau is het bepalen van het ijsgehalte in de gesteentes. En dat heb ik op twee verschillende manieren gedaan. De eerste manier is tijdens omnidirectioneel vriezen. Dus dat wil zeggen dat je staal in een kamer geplaatst wordt waar de temperatuur van overal onder nul is. Dus de steen wordt langs overal bevroren. En dat heb ik, dus ijsgehalte heb ik dan bepaald met temperatuur- en lengteveranderingsmetingen. Een tweede soort vriezen is unidirectioneel vriezen. En je moet dat zien als een steen bijvoorbeeld in een gevel zit, zal je koude of je temperatuur slechts van één kant negatief worden. Dus hij zal van één kant bevroren worden. Dus het is belangrijk dat we dat ook
gaan onderzoeken hoe een steen in een gevel zou gaan reageren. Dus we hebben ook het ijsgehalte bepaald tijdens unidirectioneel vriezen. En dit hebben we gedaan met ultrasone geluidsmetingen. Nu, dit zijn twee technieken die ik volledig zelf ontwikkeld heb. En daar is heel veel werk mee gepaard, dus ik ga jullie de details daarvan besparen. Maar dus de temperatuur- en lengteveranderingmetingen, hoe werkt dat ongeveer? Dus we hebben hier temperatuursensors, dat zijn die witte draadjes die je hier ziet. Daarbij wordt de buitenkant van de steen gemonitord en ook de binnenkant van de steen wordt gemonitord op temperatuur. En die stokjes die je hierboven ziet, die precies ja, lijken op stilo's, zijn lengteveranderingssensors. Dus deze bolletjes kunnen op en neer gaan, waardoor we eigenlijk de lengteverandering van de steen tijdens een vriesdooicyclus kunnen gaan meten. Nu, die twee metingen samen, daarvan kon ik eigenlijk een soort, ijsgehalte evolutie gaan afleiden. En we zagen voor Bentheim, dat ijs in de macroscopische poriën eerst vormde en later in de microscopische poriën. En dat is exact wat we hebben bepaald in de theorie, dus wat ik ook gezegd heb in de eerste fase van, van deze verdediging. Nu, voor Bentheim zagen we dat er een gelimiteerde cryosuctie was. Dat wil zeggen dat ijs die vormt in de macroporiën weinig water aantrok uit de microporiën. Het omgekeerde is waar voor de savonnière, waar we wel cryosuctie zagen, dus water uit de microporiën is aangezogen en is, is gebruikt om ijs in de macroporiën, in de grote poriën, te vormen. De tweede methode die ik gebruikt heb om ijsgehalte te bepalen, was op basis van ultrasone geluidsmetingen. Nu, hoe werkt dat precies? Als je een geluidsgolf door een steen stuurt, heeft die een bepaalde snelheid. En afhankelijk van hoeveel lucht er in die steen zit, zal die snelheid trager of sneller gaan. Als die poriën dan gevuld zijn met water, gaat uw snelheid sneller. En als die poriën dan gevuld zijn met ijs, gaat die snelheid nog sneller zijn. Dus afhankelijk van hoeveel water en ijs er in de steen zit, zal er een bepaalde snelheid zijn en daarvan kunnen we dan het ijsgehalte gaan bepalen. Nu, we hebben in deze setup dat een klein beetje aangepast, zodanig dat we een koelplaat hier onder de steen konden plaatsen, zodanig dat we eigenlijk een vriesfront doorheen het steen kunnen doen trekken. En we zagen voor Bentheim dat het vriesfront heel snel door je steen zal trekken, waarbij Savonnière dat iets trager ging, zeker in vergelijking met hoe snel het wel ging in de Bentheimsteen. Nu, wat kunnen we besluiten uit deze macroscopische experimenten? We zagen voor Bentheim dat er een bursting schadepatroon was, dus het barsten van binnenuit, bij een saturatie van 70-80% of hoger. We zagen een snelle ijspercolatie en bijna geen cryosuctie. Nu, als we dat gaan vergelijken met de theorieën die ik daarnet besproken heb, lijkt dat alsof dat hydraulische drukken hier aan het werk zijn. Vooral het bursting schadepatroon, dat kan verklaard worden doordat ijs eigenlijk langs alle buitenkanten vormt en in de steen gaat trekken, waardoor dat water naar de binnenkant van de steen geduwd wordt en daar onder zo'n hoge druk staat dat hij eigenlijk van binnenuit gaat barsten. Dus hydraulische drukken zouden hier wel eens kunnen verantwoordelijk zijn voor de schadepatronen die we zagen in labo. Daarnaast, de savonnière zagen we de scaling schadepatroon, dus de schaaltjes die afvielen tot er een balletje over gehouden werd. En dat bij een waterverzadiging van ongeveer 60-70% water. We zagen een tragere ijspercolatie doorheen de steen en we zagen dat er cryosuctie gebeurde in de steen. En dat, als we dan terugkijken naar theorie, doet ons vermoeden dat er cryosuctie dus plaatsvond, dus waterverplaatsing van een onbevroren pori naar een bevroren pori. En dat kan zorgen voor ijslensformatie en deze ijslenzen kunnen dan ook druk gaan uitoefenen in de stenen. Nu, ik had bij deze theorieën vraagtekens gezet, omdat we dus eigenlijk op een macroscopische schaal zijn aan het kijken en we hebben eigenlijk geen bewijzen exact van welke porischaalprocessen
Zij afspelen enkel indicaties dus op de macroscopische schaal. En daarom is het belangrijk dat we gaan kijken in de poriën wat er exact gebeurt, zodanig dat we deze macroscopische experimenten beter kunnen gaan verklaren. En daarom gaan we verder naar de mesoschaal. Waarom de mesoschaal? Omdat ik hier bij radiografie, zal je straks zien, iets grotere stalen gebruik, van ongeveer een hoogte van 10 centimeter, dus dat is redelijk macroscopisch. Maar de processen die we in beeld brengen, spelen zich af op een microscopische schaal. Dus het ligt eigenlijk tussen macro en micro, dus daarom is dit de mesoschaal. Nu, we gaan X-stralen radiografie gaan gebruiken en de meeste mensen kennen dit of deze techniek wel vanuit de medische wereld. Dat gebruiken ze om bijvoorbeeld gebroken botten te zien. Nu, hoe werkt dat? Botten hebben een bepaalde manier waarop ze X-stralen gaan absorberen. En die botten gaan eigenlijk meer X-stralen gaan absorberen dan het zacht weefsel die er rond ligt. En dat laat toe om deze botten eigenlijk in beeld te brengen met X-stralen. In stenen werd het net hetzelfde. Dus je kan eigenlijk, als je een steen gaat bestralen, zien wat er zich inwendig gaat afspelen met X-stralenradiografie. Nu de opstelling hiervoor. Dus we hebben daarvoor nodig een X-stralenbron. Die zal X-stralen gaan sturen door deze twee stenen stalen. En die X-stralen zullen opgevangen worden op de X-stralendetector. We willen vriesdooi onderzoeken, dus opnieuw de koelplaat wordt hier onder de stenen geplaatst. En we zullen met die koelplaat gaan vriezen tot min 15. En ondertussen gaan we 1 radiografie per minuut gaan nemen, zodanig dat we ijsvorming in deze stenen kunnen gaan volgen. Voor Bentheim ziet dat er ongeveer zo uit. Dus het is een 68% verzadigde steen. Dus 68% van de poriën zit gevuld met water. En deze steen zal je zien hier. Links staat een droge steen die we gebruiken als referentie. Dus als we gaan bevriezen, zie je hier een ijsfront doorheen je steen trekken. Die is iets bleker van kleur. En als we dan na 90 minuten gaan dooien, zie je dat het ijsfront eigenlijk zal wegtrekken. Dus we hebben gezien dat een bleek front zich gaat manifesteren in het gesteente tot op een bepaalde hoogte. En bleek hier wil zeggen dat je eigenlijk massa verliest. Dus wat hebben we daarnet gezegd? Dus bij ijs, als ijs vormt, zet het 9% uit. Dus het wordt eigenlijk minder dicht. En dat is wat we zien hier, een verminderde dichtheid. En water wordt dan vooruitgestuwd door het ijs. En dat is wat we zien hier, dit donker randje, is een zone van verhoogde massa. Dus daar zien we dat eigenlijk water hier aangekomen is. Dus we kunnen vanuit deze beelden eigenlijk besluiten dat de kristallisatie van ijs hier water voor zich uit gaat stuwen. En dat kunnen we zeer goed zien met deze radiografie. En dat schade dus eigenlijk waarschijnlijk door hydraulische drukken in deze steen wordt veroorzaakt. Als we dan na het experiment deze steen in stukjes gingen zagen, konden we het watergehalte bepalen van hier de onderkant was 66% en het watergehalte van deze bovenkant was 67%. Nu, deze beide percentages liggen heel dicht bij wat er origineel in de steen zat. Dus we kunnen zeggen dat na het dooien eigenlijk het water waarschijnlijk terug naar zijn originele positie verhuisd is. We kunnen deze patronen of deze hydraulische drukken gaan verklaren door de porigrote distributies die ik in het begin getoond heb. Dus ik heb gezegd dat de meeste van de poriën ongeveer 40 micrometer zijn en dat de meeste van de poriën hier zich mooi rond gaan verdelen. Dus dat is 90% van alle poriën zitten hier ongeveer in deze zone. Nu, om water hier te kristalliseren in deze poriën, dit kan bij 0 graden. Dus er is geen verhindering door de grootte van de porie. Dus als ijs zich door deze steen zal gaan migreren, kan dit heel snel gebeuren omdat er geen koeling nodig is. Dus de temperatuur moet niet onder 0 gaan om in deze poriën te gaan kristalliseren. Deze 10% poriën zitten hier vooral in de kleimineralen en vormen niet echt
een connectie tussen alle grote macroporiën. Dus deze poriën gaan eigenlijk kristalliseren later, wanneer de temperatuur koelt. Dus de heel snelle percolatie van ijs kunnen we wijten aan de goed geconnecteerde poriën van ongeveer 40 micrometer. Voor Savonnière, een 50% waterverzadigde steen, opnieuw eenzelfde soort filmpje. Maar hier ga je zien dat het een heel ander gedrag is. Dus hier zien we een donker front die doorheen de steen gaat trekken. En we zien bleke plekken hier eigenlijk verschijnen. En tijdens het dooien zien we dat er wel iets terugtrekt, maar dat er heel veel, dat het eigenlijk zwart blijft. Dus zoals ik net verteld heb, tijdens het vriezen zien we een zwart vriesfront. Nu, zwart wil zeggen dat er eigenlijk massa aangekomen is. Dus hier zit meer massa dan voordien. Dus water is waarschijnlijk aangetrokken naar het vriesfront. En het water die aangetrokken is, komt uit de onbevroren gedeelte van de steen hier. Want hier zien we een bleke zone, dus hier is massa verloren. En hier zagen we ook verschillende plaatsen waar die bleek werden, dus waar massa verloren werd. Dus dat doet ons denken aan opnieuw cryosuctie, waar hier ijskristallen vormen die water eigenlijk uit de onbevroren steen zullen gaan trekken. Als we na het experiment deze steen opnieuw gingen doorzagen en het watergehalte daarvan gingen bepalen, zagen we dat er hier 54% water zat en in het bovenste deel, het onbevroren deel, zat er 47% water. Nu, origineel zat er 50% water in, dus we kunnen zeggen dat water zich tijdens het vriezen van dit stuk, het onbevroren stuk, naar het bevroren stuk heeft verplaatst. En dit kunnen we opnieuw gaan verklaren door de porigrootdistributie. We hebben daarnet gezien dat de Savonnière bestond uit verschillende grote poriën van ongeveer 100 micrometer. En die zijn verbonden door hele kleine poriën van 100 tot 700 nanometer. Nu, als een ijskristal vormt in een grote porie van 100 micrometer, wil dat zeggen dat om verder te gaan, om de kleine poriën te gaan penetreren, dat ijs, of dat de temperatuur eigenlijk moet zakken. Dus ijs vormt bij 0 graden, maar dan is het verhinderd om verder te gaan tot de temperatuur daar zakt. En dan kan het door die porie schieten en de volgende grote porie eigenlijk gaan kristalliseren. En dat zorgt ervoor dat ijspercolatie door deze steen eigenlijk redelijk traag verloopt. En ook dat er dus geregeld een thermodynamisch onevenwicht is, waardoor dat cryosuctie uitgevoerd wordt, dus waardoor dat water eigenlijk aangetrokken wordt naar de kristallen in de grote poriën. Nu, na bevriezen zien we dus voor de Savonnière dat de bevroren kant eigenlijk verrijkt is met water. Dus het water keert ook niet terug naar waar het oorspronkelijk zat. Dus dan zou je denken, als je bevriest, dan is de kans dat er schade is wel degelijk groter. Want er zit meer water hier in deze buitenkant dan voordien. Dus dan vroeg ik me af, ja, wat is er aan de hand, waardoor we eigenlijk geen schade zien voor Savonnière in het veld. En daarvoor moeten we dan gaan kijken naar de microschaal. Dus effectief in de poriën gaan kijken wat er precies gebeurt tijdens het bevriezen. Daarvoor heb ik de CT-techniek gebruikt. En ook deze techniek is jullie wel bekend waarschijnlijk van medische doeleinden. En CT is ook gebaseerd op radiografie. Nu, om van dit 2D-beeld te gaan naar dit 3D-beeld van de botten in een hand, moet de X-stralendetector en de X-stralenbuis eigenlijk rond de patiënt draaien. Dus er moeten over 360 graden rond de patiënt of rond het object moeten er radiografieën gemaakt worden. En dat zit eigenlijk in deze donut. Dus er zit hier een X-stralenbron en een X-stralendetector in die rond de patiënt gaan draaien en zo over 360 graden radiografieën gaat maken. Al die radiografieën die worden dan in een softwarepakket gestoken. En daar wordt het dan gereconstrueerd, zoals dat wij noemen. En dan zie je een 3D-object verschijnen. Hetzelfde kunnen we doen met stenen, maar hier ziet de opstelling er iets anders uit. Natuurlijk, CT, je kan patiënten niet gaan ronddraaien. Maar dat kunnen we dus wel voor stenen, omdat ze niet leven. Dus hier is de bron, staat die vast, en de detector staat ook vast. Maar we gaan eigenlijk het staal
360 graden gaan draaien om een 3D-beeld te creëren. Nu, we werken met vriezen en dooien en dat willen we ook onderzoeken. Dus daarvoor moeten we een vriescelletje gaan incorporeren in deze opstelling. En dit vriescelletje kan stalen gaan bevriezen van ongeveer 1 centimeter diameter en 1 centimeter hoog tot ongeveer min 20 graden. We hebben scans van dit staaltje genomen, dus 3D-beeldjes, voordat we het gingen gaan bevriezen, dus bij 10 graden. En dan nadat we het gingen bevriezen, dus na het bevroren was, bij min 10 graden. En dan kan je eigenlijk een verschilbeeld maken. Dus wat is dat? Je hebt de volume voor het bevriezen, het volume na het bevriezen. En als je die op elkaar legt, kan je eigenlijk zien waar er verschillen zijn opgetreden in dat volume. En dat zie je hier. Dus de witte zones in dit 3D-beeld zijn plaatsen waar ijs gevormd is, waar lucht zat voor bevriezen. En de zwarte zones zijn plaatsen waar eerst water zat, maar waarna dan lucht zat na het bevriezen. Dus zo kunnen we eigenlijk kijken, ja, welke poriën ontvangen eigenlijk ijs en uit welke poriën wordt water weggenomen om het ijs in de andere poriën te gaan vormen. Als we dan gaan inzoomen op die poriën waar we verplaatsing zagen, zagen we eigenlijk dat de oïden, dus die holle bolletjes in de savonnière, voor het vriezen, bij 10 graden gevuld zijn met lucht. Nu, als we die steen gaan bevriezen, zien we eigenlijk dat die poriën zich rond gaan vullen met ijs. Dus er zat geen water in die poriën, maar toch zien we ijs na bevriezen. En zo kunnen we eigenlijk stellen dat deze holle bolletjes het water vanuit zijn omgeving eigenlijk in zich gaat trekken en daar kan ijs eigenlijk ongehinderd gaan vormen. En daarom noemen we deze bollen, deze oïden, dan ook expansiereservoirs. Dus ze zorgen er eigenlijk voor, doordat ijs intern in deze poriën kan vormen, dat er geen vriesdooi, of dat er geen grote drukken zullen gegenereerd worden in deze steen wanneer we hem gaan bevriezen. Dus ze beschermen eigenlijk de steen tegen vriesdooischade. Een tweede zaak die we microscopisch hebben onderzocht, zijn de grootte van de ijskristallen en dan ook hun locatie. En dat is nodig omdat we via hun grootte kunnen bepalen hoeveel druk deze ongeveer kunnen uitvoeren. Deze techniek heet 3D-XRD, dus 3D-X-stralendiffractie. En deze techniek is eigenlijk gebaseerd op de manier hoe kristallen X-stralen eigenlijk gaan diffracteren of terug gaan kaatsen. Nu, ieder soort kristal gaat dat op een bepaalde manier gaan doen. Dus X-stralen komen in het kristal, die bestaat uit verschillende atomen. En hoe die atomen georganiseerd zijn, gaan dan de X-stralen op een bepaalde manier gaan terugsturen onder een bepaalde hoek. Nu, voor ieder soort kristal is die hoek anders. En zo kunnen we eigenlijk die techniek gaan gebruiken om kristallen te gaan identificeren, maar ook te bepalen hoe groot ze zijn en ook waar in het staal ze liggen. Nu, deze techniek kunnen we niet doen hier bij ons in Gent. En daarvoor moesten we naar een synchrotron gaan. Dat is deze ronde deeltjesversneller die je ziet hier. En we zijn daarvoor naar Synchrotron Soleil geweest in Parijs. Nu, de technische details zal ik jullie besparen. Dus ik ga direct over naar resultaat. Dus de grijze afbeeldingen die je hier ziet, zijn microscopische doorsneden van het staal. En daarop heb ik dus een afbeelding gelegd die bestaat uit kruisjes. Deze kruisjes zijn allemaal ijskristallen. Dus hier in A zie je eigenlijk een staal die volledig bestaat uit ijs. En we kunnen dus van dat ijs een diffractiesignaal terugkrijgen. En dus al deze kruisjes zijn dus kristallen. En de grootte van het kruisje duidt aan hoe groot het kristal is. En de richting van het kruisje, hoe het kristal georiënteerd is. Dus we zien dat deze techniek zeer goed werkt op zuiver ijs. Dus de kruisjes volgen mooi het patroon die we verwachten. En daarom hebben we dan deze techniek toegepast op stenen. Dus hier zie je de Bentheimsteen met in het wit dus alle verschillende zandkorreltjes die eronder liggen. En dan opnieuw alle kruisjes die ijskristallen voorstellen. En je ziet dat heel veel van deze kruisjes eigenlijk langs de kant liggen, waar we hier dus ijs ook langs de kant van het staal
hebben gezien in het ja, microscopisch beeld. Maar je ziet ook dat heel veel van die kruisjes overeenkomen met bepaalde poriën in de steen. Dus we kunnen voor de Bentheim kunnen we zeggen van ah, hier zit een kristal, is ongeveer zo groot. Als we dan naar Savonnière gaan, waar je hier in het wit opnieuw een microscopische doorsnede ziet, zie je opnieuw dat heel veel kruisjes aan de zijkant liggen, maar dat we iets minder kruisjes of kristallen gaan zien binnenin de structuur. Dus hier wordt het al iets moeilijker. En dan als we gaan naar Mortel, zie je hier een voorbeeld van, zien we opnieuw heel veel kristallen liggen langs de rand, waar we ook ijs zagen in het microscopisch beeld. Maar binnenin de mortel zien we eigenlijk bijna geen ijskristallen. Nu, deze techniek is zeer innovatief. Dus er is ook nog redelijk wat werk aan om deze op punt te zetten. Maar dit zijn de ja, eerste resultaten ter wereld van zo'n soort onderzoek. En het zal zeker ook nog verder gezet worden. Als je dat dan in 3D gaat bekijken, dus dit is een Savonnière in 3D, zie je dus de bolletjes zijn de ijskristallen dat die zich rond het staal gaan bevinden. En dit is de Bentheim in 3D. En opnieuw dus de kristallen die er zich rond gaan bevinden, maar ook heel veel kristallen intern in de structuur. En dan kom ik tot de conclusies van mijn werk. Dus ik heb vriesdooiverwering onderzocht op twee verschillende natuursteen. En ik zag eigenlijk dat er een heel groot belang is van de porigrote distributie op de porischaalprocessen die gebeuren. Dus voor Bentheim zagen we voornamelijk dat hydraulische drukken kunnen gegenereerd worden. En voor Savonnière zagen we dat ijslenzen gingen vormen en dat kristallisatiedrukken, of die ijslenzen dan kristallisatiedrukken gingen uitoefenen, waardoor er schade kan gecreëerd worden. Nu, ik heb vooral heel veel verschillende technieken gebruikt en een hele erg specifieke workflow om tot aan deze resultaten, deze vernieuwende resultaten te komen. En dat is dan ook een van de grootste sterktes van deze thesis. Een volgende stap is dan eigenlijk om al de experimenten die ik gedaan heb in mijn thesis te vergelijken met modellen. Omdat deze modellen eigenlijk ervoor kunnen gaan zorgen dat we in de toekomst vriesdooiverwering beter kunnen gaan voorspellen. Wat je hier ziet is klimaatdata, dus de warmte, temperatuur van oktober 2016 tot april 2016. En dit is de diepte van een steen. En je ziet dus hoe de temperatuur binnenin de steen kan gaan veranderen van dag tot dag. Hetzelfde geldt hier voor water. Dus we zien hier een watersaturatie binnenin de steen. Dus na fikse regenbuien, hier ergens in november, zie je dat er water in de steen kan gaan dringen. Dat water daar eigenlijk zeer lang binnenin de steen kan gaan zitten. Nu, als we die twee datasets gaan combineren, kan je dus eigenlijk een ijsdataset gaan vormen. Nu, deze ijsdatasets staan momenteel nog niet perfect op punt. En het is dus momenteel ook nog niet mogelijk om van deze modellen te gaan inschatten hoeveel ijs zich vormt, dus hoeveel risico er ook is op schade. Nu, de technieken die ik ontwikkeld heb, laten wel toe om ijsgehalte te bepalen. En het zou goed zijn om die dan te gaan vergelijken met modellen, om die modellen te gaan verbeteren en in de toekomst ook dan te valideren. En zo kunnen we eigenlijk naar een betere manier gaan om schade te gaan voorspellen in verschillende soorten materialen. Dus dat is het einde van mijn presentatie. Ik wil jullie allemaal bedanken om te kijken. Maar natuurlijk kon ik dat hier ook niet alleen doen. En ik heb een heel sterk team achter me staan, die mij doorheen heel de weg geholpen heeft, zowel op academisch als minder academisch vlak. Dus dit is ook een beetje de verdienste van hun allen. Oké. Thank you, Maxime, for your presentation. I shall now call upon the members of the jury for the Q&A session. I propose to start with Professor Lubelli from Delft University. Good afternoon, everybody. Maxime, congratulations for your presentation. I found it very clear. You really managed to show how the different parts in your thesis are connected to each other.
And yeah, so it was really, really clear. And also your thesis, the results of your thesis are also very impressive from the point of view of the application of the technique, so the experiment you did, and the combination of the techniques and the explanation of the mechanism. And then in your last slide, you are showing what is the outlook for the future. So you think, and can use these results to validate model, to improve model for prevision of the damage. And I was wondering if you can elaborate a little bit further on the practical use of your research, because imagine now we have this model, how can we use it? Can you think of which kind of application this improved model could be used in the construction sector, but also in the renovation, the field in which I'm working? Yeah. So these models are based on climatological data, and you can apply this on like entire walls. And you can say, okay, I want this climatological data to be simulated on these walls. And if we can correctly estimate ice content and water contents at certain specific regions within these walls, then we can identify where the highest risk for freeze-thaw damage within these walls is, and then we can assess it in a better way and already. If we prevent the damage, because that's what, for example, I would like to do. If I know that it's going to happen, what kind of action? How do you think this could be really applied? What you define? Well, we can if we have critical regions defined, we can think of remediation, such as replacing already the stones, because we can define which stones has the most potential for damage. Then within these walls, we can say like this wall really needs to be treated with a consolidant or just so that. Yeah. So you can select maybe a type of stone to replace the existing one, knowing that it's more resistant to damage. And if you think to, I want to show you a picture, I hope it's going to work, of microscope picture. Seems that it's not working. No, it doesn't work, so I cannot show you, but I wanted to show you a microscope picture of a plaster with some air entraining agent, so something which is used to make this round, I would say, a trap porosity, like the one you see in the Savonier. Is it visible? No, eh? Now it's visible, yes. Yeah, okay. So this is a some image of such a plaster in which they use, you see this part? These are made by the use of air entraining agents. So they are void and they are used against frost. So I was thinking maybe that with your knowledge, you could improve the amount of this void or the distribution. What do you think about this? Yeah, it's certainly possible. We should do maybe experiments on this mortar particularly, but it's certainly possible to apply this mortar. The size that you think of this size would be optimal? Could you optimize the size of this trap voids? Possibly you can. So. But for that, I need to assess it on a microscopic manner, how much these voids can then accumulate ice. But it should be possible to redefine or define the size of the air entraining agents. It's also been done on concrete, where they use air void distributions and air void sizes to assess their
resistance of their concrete against freestyle weathering. So yeah, it should be feasible. Because now, we were saying, okay, you can choose a stone which is most resistant, but you can also develop a material which is more resistant to frost if you have this knowledge, if you have developed this knowledge and the model. Yeah. And also from practice, if I can switch picture, I hope. Can you see the picture? It's the same picture. Yeah. Okay, then. Yes. Yeah. It's still the same? No, it's now the joint. Okay, so this is a mortar, and my question is now, you studied one material, so stone, as a block. Yeah. In some situation you have that, but in most of the cases you have a combination of materials. Yes. And this is a case of frost damage in which the pointing, so the outer part of the mortar is gone, has been pushed out, and then you see this layering in the bedding mortar. And I was wondering how would your is the model or the method you develop, how could be applied to a combination of material, which is the most common situation in building? Yeah. Would you need something more different or? Yes, I would start to investigate it with experiments. So I would start with applying a mortar on a stone and then characterize it like I did, first macroscopically, and then going to look in the microscopically how the water migrates. And then I can also say, okay, so much water migrates from frost-thaw cycles and here from ice lenses. So I can then try to model it the same way and then compare the results between the experiments and the model. That would help, for example, to select a mortar, a new mortar, when this is gone, which will not get this type of damage. Yeah. Well, possibly, maybe it's not possible because the pore size of the mortar is quite limited. You cannot change it more than, but it could be a possibility. Okay, if I have 1 minute left, I ask last question. I already asked you before in the last, when we discussed your thesis previously, and it's about the test. So now there is exists a test for frost damage exists. There is a European test, and that is multi-directional. So the freezing is occurring from all six sides. And we mentioned this is not very realistic, because in practice, in a wall, you don't have this situation. You have a freezing from one side, and the damage might be different. My question is, would you suggest to change the test, the European code, or do you think at the end, the ranking you get would be similar? Then it's no use to change if the other test is fast and you get the same result, then you don't need to change it. But if you the results, the ranking of the stone you are testing would be different, then maybe this European test is not good enough. Yeah, so we've seen in the presentation that there are multiple pore scale processes that can occur. And for omnidirectional freezing, the pore scale processes can be different than what we expect during unidirectional freezing. So the norm states that we have to freeze from all sides. So this can cause different pore scale processes. So might be more hydraulic pressure related. While unidirectional freezing might cause more ice lens formation, so the pressure regimes in both circumstances would be different. However, I don't know if the ranking would be the same, so that has to be investigated. If you do unidirectional versus omnidirectional freestyle, or maybe just change it. I mean, if the other one is more realistic, what would be the disadvantage of modifying it? Can you see the disadvantage of modifying the test and say that it should be done unidirectionally? The test probably would take longer. Yeah. Mm-hmm. It's fast. And in most cases, it's probably also quite accurate. Yeah, some stones might then behave differently in reality. So
It's a bit between the time you have and the process you want to mimic, of course, yeah. So it would be a nice experiment to check, to compare a unidirectional freezing with a multidirectional freezing with the type, the number of stone, and see if you get the same result. Okay, I think I'm satisfied. Thank you for your answers. Thank you. Thank you, Barbara. Then we switch to Professor Celine Tomaszewski-Schneider. Celine? Okay, there's a slight problem, apparently, with audio. Does it work? Yeah, now it works. Okay. So I would like to thank Maxim and his supervisors for inviting me to evaluate this work and for being part of this committee made up of colleagues whose work I highly value. I'm very sorry for you, Maxim, that this defense does not take place normally with the solemnity that goes with this kind of event. A thesis is the culmination of 4 years of intensive work that deserves to be highlighted. So I'm very sorry for you, but it's kind of a nice experience too. To work on frost weathering, it has been a great pleasure for me to read your work and the advances it has made in the knowledge of the subject. I liked that what you were able to highlight with classical techniques, especially quantifying the amount of frozen water, thanks P-wave velocity, for example. I also appreciated that you test the potential of innovative techniques, such as 3D XRD, and you combine all of them. Thank you for your presentation. It was quite clear. I appreciated the quality of your figures, of your slides. About your speech, I couldn't say. But we see that you master your subject. And to be honest, I was wondering how you would organize your presentation with your 9 chapters. So in your presentation, you've taken a step back on your work, and you with this multi-scale, and I really appreciate this your presentation because you summarized your thesis, your manuscript. We already told you that you're an excellent experimentalist. We see in your work. We see that you mastered the different techniques, and it's quite nice. And you have been able to exploit the strengths of traditional techniques and to show the potential of innovative techniques. Knowing the weathering mechanisms, whatever they are, is fundamental to understand what is happening on a large scale. And for that, your work comes to bring essential knowledge, in my opinion, to the global understanding of frost weathering. As you said, the main point is the presence of or absence of water and its quantity and distribution. You said also that when we do edging simulations, you favor certain conditions that are really representative of all the conditions that we encounter in nature. So it was important to remember this in your work. And we told you the last defense, the previous defense, that it was important to talk about this, the importance of saturation. And I really appreciate in your manuscript that you developed this aspect, especially in page 41 and in chapter 7, the aspect of distribution of water that you choose during your experiments.
We all already asked you a lot of questions during the previous defense, but I have still a few ones, especially on the chapter 4 that you modified a bit. In this chapter, you estimate the mass of ice in the microporous and macroporous network. I had a question you answered through your presentation. The pore limit for you, it's 1 micron. Is it right? The pore limit? Yeah, so the division between micro and macro, I put at 1 micrometer because that's the approximate size for freezing point depression. So from the moment you have smaller pores, you need a lower temperature to crystallize within them. So in your chapter and in your when you speak about microporosity and macroporosity, you always think about this limit. Is that right? Yeah. Because I think some people could confuse between about this limit, because this limit depends on, it can vary from one author to another, from one technique to another, from one field or study process. So maybe you may fix this in your text and also in your presentation, you said it, I think. It's important to say that what you think it's microporosity cannot be understood by everybody, I think. Yeah. I have remarks about your manuscript still. In this chapter, pay attention to the legends, because there are some the legends. There are many indices in this part, and the definition are missing in some legends, and so it's hard to follow, especially in table 4.8. So, do you have you said page 63 that to validate your approach to ice content, you say that you should test other rocks that have more micropores. Do you have an idea of which rock you could use to a rock representative to build as a building stone? For instance, it would be maybe useful to investigate Massangis, because that has many more micropores, I think. But apart from stones, it would also be interesting to investigate this on concrete, because there you have many micropores and nanopores combined with the air void, so very large pores. So that would be a very interesting case to investigate. And you say also in this part that you should test different temperature evolutions. What do you mean by temperature evolutions? So now I used fixed boundary conditions. So I used fixed temperature rate or cooling rates. So it would be important to also compare the results with other cooling rates with more or temperatures that decrease further. So that's what I mean with temperature evolution. It's not only rates, it's also... So the rates together with the minimal temperature duration maybe as well in total. And do you think it would be possible to set up an accurate frost susceptibility index, or kind of frost scale, thanks to the techniques that you must write now? Yeah, so it's possible to define ice contents for which the pressures start to rise. So that would be maybe some kind of indicatrix or indish index to approach freestyle weathering. So within my experiments, I can say, okay, at this ice content, we see the rise of pressures. So we should limit ice content to something below. And do you think it could be applied to any conditions, this kind of
Yeah, that's what we have to test. If we, for instance, do a slower cooling rate, then we might see other freeze or other ice contents for pressure rise. For instance, in Savonniere, if we cool slower, then the water has more time to migrate towards ice lenses. So the pressure could be different, or could be or could start at different amounts of ice. So that's definitely something that we need to test. Yeah. So maybe I already have enough time. Sorry. Thank you, Maxime. Thank you. Okay, thank you, Céline. Now we can switch to Dr. Hannelore Derlein. Hello. Hi. You hear me? Yes. Yes. So first, well, I want to congratulate Maxime with this nice piece of work, and also with your presentation. I thought it was very clear, it was well structured, and you succeeded in transferring all the information that you have in your PhD work in following a different order than what you did in the thesis. But so it was very well done. And nice for me to have a talk in Dutch. Because I don't have this very often here in France. So I have a first question related. So you started your talk with introducing porous building materials, in which you mentioned also concrete and bricks. But your work focused on natural building stones. And I wanted to ask you if you with all the results that you have on these two types of stones, if you would expect that concrete or bricks behave more like the Savonniere or the Bentheimer, or in which direction you think they would behave? Yeah, so concrete, for example, has this particular pore structure where it has very large pores connected by very small pores. So the pore structure of Savonniere would quite resemble that one. For bricks as well, so there are sometimes several large pores connected by small pores, so that would could go more to the pore size distribution of a Savonniere stone. However, Savonniere is very, very complicated. So the pore structures of both bricks and concrete might be a bit simpler to investigate. But yes, that's what I wanted to show with the Bentheim and the Savonniere, is two completely different pore structures. So I took like two very opposites. So I could, investigate like this range of materials that all fall in between. Mm-hmm. And so in your conclusions, you mentioned that we should work a bit more on the definition of material specific critical boundary conditions, where you mentioned that now we mainly look at what amount of water or water saturation degree, and that we should also include thermal regime or thermal fluxes. But so should we also include this pore size distribution, pore connectivity, these factors? Because if I read well, you did not mention it there. Yeah, so that's what I mean with material specific. So every material has a different pore structure, of course. So for every material, we should investigate which temperature or what the minimal temperature is for damage, and with which cooling rate, and then also how much water. So we should have like a damage function for each stone. Yeah. But you think this damage function is like also function of the pore structure? Yeah, so for every all of them, for every material specific. So okay. But if you would keep like all the other boundary conditions the same and you only change the pore structure, it could
like if you are in the same climate, if you have the same water saturation, let's say approximately the same porosity but not the same pore structure, it could be different. Yes, a lot different. And then I had a so, but for example, with your unidirectional test that you developed with the ultrasound technique, you can play with the thermal flux if you want. You didn't. That's what you would like to test in the future. Yeah. Do you think that if you that maybe if you play with it in a strong way, that the result that crystallization pressure is more important than hydraulic pressure, or vice versa, that this could change? Yes, so if I could play with this, indeed, I could start to investigate how water is actually migrating. So if I keep the front, so now I had a steady state measurement or a steady measurement device. So if I could keep the front below this measurement device, I could try to measure how much water actually displaces just above the front. So that's also definitely something I could investigate in the future. But that's also, I think with this thesis, very much a lot of experiments. So also a lot of things can be done in the future. Yeah, I think it, with the techniques you develop, you can try to find answers to a lot of these fundamental questions indeed. And which one is the most important one? That's something to decide in the future or to discuss together. Yeah. And then what I wanted there was one interesting development I also, but you didn't mention it in the talk, I think today in your chapter 6, you also tried to combine with your X-ray radiography experiments infrared thermography. Yes. And there you said it worked well on the bend time, if I remember well, because you have the thermal conductivity is higher. But it doesn't work so well with Savonniere, or for both stones, the IRT, so the thermal measurements, were not very accurate, because so we had to wrap these things in foil in order to have them to keep the same moisture or the moisture inside. So you're actually measuring also the temperature of that foil. And also, there's water condense on these samples because you make them cooler, so water condenses from the surroundings, and this also has an influence on the thermal radiation. So, for instance, the bottom of the samples, they were completely white because of ice, and this has a different effect on the emission of radio of infrared waves. So it was very hard to correlate both methods. That's also why I omitted it from the presentation. But do you think it would be possible in the future to like use it on the field or something, or it's really too complex based on your experience? Well, I tried to see with this IRT technique if the, for instance, the top of the sample would cool irregularly, so that we could also try to connect it with water movement, but we didn't see that. But of course, if you would really test this in more depth, maybe something can come out. But for the field, I'm really not an expert for this technique. So first develop it in lab and then maybe. But it's quite challenging from your experience. Yes. And then I had another question related to the, but it's more technical, on the 3D XRD technique that you tested. So you say you're measuring actually the crystal, the ice crystal.
Sorry, The ice crystals, you characterize them with the 3D XRD. Yeah. But then how does this technique work? I'm not familiar with it. You also have your quartz crystals and your calcite crystals and your limestone and your sandstone. So you have to set a certain boundary on your analysis. Yeah, so what you do is you take an unfrozen image, an unfrozen XRD image, and then you know what exactly the signals of quartz, of calcite, even of your surrounding, so it was in carbon, so your surrounding carbon as well. So you can see where these peaks are, where these signals are. And then if you freeze it, you can see, okay, these ice rings, because it's rings that you see, are clearly different or in different angles. And then you can basically subtract the image that you made before so that only the ice peaks remain. Okay, so that's the, yeah. Okay. Yeah, and then I think, yeah, it's okay. Thank you, Hannelore. We can now switch to Dr. Julie Desarnoux. Yeah, do you hear me? Yes, we can hear you perfectly. Okay, good afternoon. I just first want to congratulate you with your PhD and first with the thesis that I've read with a lot of interest, and I really enjoyed it. I think it's a really step forward in the understanding of the freeze-thaw weathering, so thanks for that. I really appreciate all the experimental work you've done. That is really impressive, and also the combination of fundamental research and experimental works. I really, really like it. So thanks for that. And thanks too for your presentation. It was really clear. And as my colleague, I wondered how you could present all these 9 chapters and how you can structure that through a presentation. And you really do it with a good success. So thank you for that too. So I already asked a lot of questions last time, but I still have one. And concerning the method that you use, the ultrasonic wave velocity. So you used it a lot through all the chapters of your PhD. And especially in chapter 5, you show a graph of the average P waves and the S waves velocities measured in all the 6 stone sample against the water saturation. So it's a 5.2 graphs. And my first question is, which type of information do you have with the result from the S waves velocity compared to the P waves velocity? And what is the benefit of using two? I mean, usually in a conservation, we just check the P waves measurement and you check the both. And I would like you to explain me why, and go ahead, I will keep on that topic. So, so the P waves travel through both air fluid and solid matter, while S waves, they don't travel as much through fluids and through air. So as we were investigating water content and also ice content, I thought it was important to incorporate both. Because at some point you add water, so your S waves, the velocity should decrease. And then from the moment you start adding ice, your S waves should increase. So the S wave velocity should be sensitive to ice formation. So that's why I also included it in the analysis. Yeah, and thank you for that, because it's really important to use both. My second question was even why your S wave velocity decrease with water saturation and increase with ice saturation, but you perfectly answer through this your answer now. So thank you for that. I really like it. Then I have a second question, because as you know, I'm working more on a building scale than in a micro scale now. And in on site now, we are visiting a lot of buildings with wall made with savonnière, for instance, here in Brussels.
And also, there is a big concern today about energy efficiency, of course. And so they want to make building more efficient. And for that, they want to insulate, to put insulation onto the wall. And most of the time when you have a listed building, for instance, or at least protected, you cannot do the insulation from the outside. So they apply the insulation from the inside. So my first question for you, so if you have a wall in Savonia and you put an insulation from the inside, what do you think, what can happen to the Savonia here in Belgium, for instance? And what do you recommend to avoid this freeze, maybe this freeze throw damage? Yeah, so if you apply this retrofitting insulation, you will have the risk that your savonniere or any other stone will dry less fast, or just less in general. So that means that you have more moisture within the pores. So if you then have freezing and thawing, there's more moisture present than if it would not have been insulated. So you increase your risk for freeze thaw damage. So to protect your stones from it, I would say maybe apply coatings. I know that it has to be done very well in order to have a protective function. But I don't really see another way of protecting stone against more moisture within it. Yeah, most of the time we recommend to put a water repellent if your wall is very in good condition. You don't need to have any cracks on it. Yeah. And you're right for the moisture, but also a big deal with the insulation from the interior is that you have a gradient of temperature. And your wall is really much more cold compared to a wall without insulation. Yes. So it's also a big risk in this sense. So, okay, I'm going to stop here because we only have half an hour for the rest of my colleagues. So thank you again very much for your presentation and your thesis. Thank you. Okay, thank you, Judy. We can now go to Professor Mathieu Bolder. Okay, so, of course, first of all, congratulations with this very nice work. It was already nice, the first submission. You put a lot of efforts in the rebuttal and changing the document, so it's even improved compared to that submission. Contained a lot of experiments, which of course I highly appreciate as an experimentalist. I already made most of my questions during the internal defense, and I won't bother you with too long questions now. Actually, my only question now is, suppose there's a PhD student continuing the work on or starting the continuation of your work on the 3D XRD. What next experiments would you advise him to do, and what other advice would you give that student? As a first, I would say do experiments for tuning the setup, so that you really have the right setup to investigate freeze thaw. So that can be done by, for instance, decreasing step sizes in height, or tune the angle of increment. And then I would say, try to calibrate your ice. So try to image only one ice crystal, which is already challenging, I guess, for me, so that you exactly know what the signal is of one ice crystal with a known size. I would try to see more ice crystals within the pores, maybe, and also try to investigate the effect of the surroundings of the ice crystals, so the stones, how they affect the signal of the ice crystals themselves. So how they would absorb the diffracted X-rays in order to improve the signals coming from ice itself, or to understand it better.
So there's a lot of tuning to be done, I guess, first. Would you advise that person to keep on working on the Bentheimer and the Savonnière first, or would you suggest him or her to start maybe first with a more simple system? Yeah, I would start definitely with something like Bentheim, because it's a rather simple system. And then maybe build it up towards more complex systems like Savonnière. Although Savonnière has quite large pores, so that's also beneficial then to investigate. But yeah, I would start with Bentheim or a similar sandstone, and then try to make it more complex. Okay. So as I said, that was actually all, because I put most of my questions already in the internal defense. So thanks again and congratulations. Thanks, Mathieu. Thank you, Mathieu. Tim de Kock, Professor Tim de Kock, can you continue the questioning? Yes. Good afternoon. I want to say a few words. First of all, Maxime, your presentation was very cool. Everything was crystal clear. You were very chill. So far, you did not freeze. So congratulations with a very ice work. Thanks. A few questions have already been asked by the colleagues, actually. So I will kind of continue on that. Imagine that one of your current colleagues is building a test wall in Savonnière stone near the campus. Could you monitor the freestyle action in the test walls during winter time, and what kind of techniques would you use for it? Yeah, so I developed two kinds of methods. So one a bit with the temperature and the strain. So if we can put strain sensors and temperature sensors in depth of the stone, we can already try to do something with that. And the second thing I did is, so the P-wave velocity, so the ultrasound velocity measurements. So if we can adapt that setup, so we could apply it on a wall, because now it has been done in lab, so the setup needs to be changed a little bit. And then if we would be able to measure the moisture content so that we know how much moisture is in it, then we could try to link this velocities that we measure both in unfrozen and in frozen conditions to how ice develops. But there's certainly a lot of testing necessary to do that. So now at this point, I don't think it can be done directly, but it should be something that could be done in the future. So how would you test it then, or how would you calibrate the system? If you say you need to, that's basically a thing, you have to calibrate your sound velocities for the field experiments. How would you do that? So I would combine it with moisture measurements. So maybe microwave velocity measurements, so that I know how much moisture is in the stone at all times. And then I would try to freeze the stone completely, or look at the stone at the most minimal temperature and take that as a maximum. And then, use these maximum and minimum velocities. So minimum when there's all water, and maximum when there's the most ice, as calibration. But then you also need to, calibrate or know how much ice is in there at the maximum point. So that's something to work on. Mm-hmm. And what might be the difference when you try to measure it in field then? So when you try to observe the freestyle experiments really in situ, compared to when you try to calibrate the setup in lab condition, what would be the big difference during the freezing process? What would be the big difference? So in lab, I know at all
at all times what the water content is, and also I know when the stone is completely frozen. And what about the water content? Sorry? What about the water content? So in the lab you induce a water content. Yeah. You control it. Where is the water coming from in situ, in the field setup? Yeah, from the rain or groundwater or just atmosphere. Will there be differences in the way it's distributed in the rock? Yes, so the surface will be more prone to the atmospherical changes. So if it rains, the surface will be more wet, and it will also be the first part to dry. So there, the water content will be very variable. While the inner part will be less variable. Of course, it will also get wetter when it rains, and it will also dry, but it will go much slower. That's a huge difference between both setups, and maybe then also it's handy to compare it with HEM simulations as well, to know maybe where the water is. What are HEM simulations? So the simulations I showed in the last slide, heat air moisture simulations. Yeah. Okay. From all the experimental work that you have done, which technique do you value the most yourself? Which technique do you think has the most potential to apply in future research to study the mechanisms of freestyle? I very much liked the radiography approach, because there we could really see the dynamic process within the stone. And from that, I also could explain a lot throughout the entire thesis, so it all kind of hangs together with these radiography experiments. So I guess if we can like change the conditions and then try also the radiography experiments and also try to determine water contents and ice contents with radiography, then it would be a very, very good tool to continue freestyle research. I think we agree on that. Mm-hmm. Thank you very much. Thank you, Tim. Thank you, Tim. And then finally, Professor Stedewaler. Hello, Maxim. I must say the same thing as my colleagues. I can only congratulate you with a very clear and interesting presentation. It was very structured, so it was very clear what the idea and the philosophy in research was. I can only congratulate with it. And also your manuscript is well written. You're really taking all the suggestions of everybody into consideration. So like Mathieu said, it has even become better than it already was. So congratulations. Thanks. A lot of my questions have been asked by my colleagues. So I'm not a specialist in freestyle behavior of pore scale processes, but maybe some small questions. You worked on sedimentary rocks with large pores, large populations of pores. What would be the influence and what would you be able to say about freestyle behavior in granitic rocks or something like that with very small pores, which very interlocked mineral grains? Would you expect similar things or would it be completely different? Would you be able to use your results for this or? Yeah. So I used both of these stones because they have this very different pore structure, but also because they have a lot of large pores, which I could then image with CT or 3D XRD. So to go to, for instance, granites, they have a lot of small pores. So that means that your crystallization pressures might be higher. They would definitely weather differently, but they might need more negative temperatures to weather because these pores are so small. Then more negative temperatures are necessary to penetrate within all these pores. And I would say that there is probably a large difference. But we've seen in geomorphology that also granites, they weather a lot and they tend to split. So from the moment the crack is formed, ice or freestyle weathering will focus on that one crack and
break it up along that one crack. So yeah, something also to investigate granites. And speaking about your future research, so in your conclusion, you said that you have used the same boundary conditions throughout your different experiments, and then you say in the future, the influence of different other parameters, cooling rates, different mineral temperature, different freeze-thaw cycle duration could be used. What do you think would be the most important parameter to investigate, and with which one would you start? So, well, when I would continue freeze-thaw weathering research, I would try to look at actual data coming from the field. So actually actual moisture saturations and temperatures that we see in the field, and try to investigate that so that the lab conditions and the field conditions are a bit more closely to each other, and that we could then see how the pressures in the field are more developed, or yeah, how they develop. Yeah, so I would start with those conditions. Okay, and a final question. During your presentation, you showed the Bentheim stone, which was black weathered. Yep. What is the cause for this weathering? Is this pollution and gypsum, or is this something else? So it's a gypsum crust with pollutants in it, so tiny black particles. So not the mineral reaction. Thank you very much. No more questions, Mr. President. Thanks, Steen. Thank you, Steen. Okay, these were the questions by the members of the jury. But of course, I will pass the word now to the supervisors. Maybe Heert can start. Okay, thank you. Thank you very much. Well, Maxime, thanks for the excellent presentation. It was very clear, and it showed that you have achieved a significant process in your research on this mineral building materials. For those who don't know in the audience, I'm more working on concrete, and that's why I proudly show the UGent Booktower around. So now maybe a physical copy, a printed book of your doctoral thesis will be safeguarded in this book tower. So concrete, the building material, will protect your research results even longer than we can protect the digital version, maybe. On the other hand, your progress is also helpful to protect our structures, because you brought new insights in a very complex issue. Maybe it sounds easy, freezing of water in some pores, but it's very complex. And even in concrete, you could additionally add, the pore solution chemistry as an additional element, which might give an additional dimension even. I think your methodology and your insights are very helpful further elucidate whether, the capillary pressure theory, which was originally defined by Powers in the 50s and then withdrawn by Powers in the 70s, whether it has value or not, and in some cases it has. It also helps to really understand the crystallization pressure theory. By the way, it was even nice to see that you found some errors in literature from world famous researchers in the crystallization pressure theory. So also on that aspect, you showed that you have a good spirit of researcher, being critical to what is published and try to make steps forward. So I enjoyed working with you. I enjoyed working with Veerle Knudde as the main supervisor and her team. So thank you, Maxim, and thank you, Veerle. It was a nice experience. Thank you and congratulations. Thank you, Geert. Thanks, Geert. Veerle, maybe you? Yes. Thank you, Geert. Yes, and thank you, Maxime. I think over the past 4 years, you have impressed me by your insights, by combining traditional techniques and going also for advanced, challenging techniques.
and trying to use them to get new, to bring new insights, because it's not so easy, because a lot of people did already a lot of experiments, and it's to go to new ideas, you manage this. I really enjoyed the discussions we had with the team, with Geert, with you related to your work. So I think if I look back over the 4 years, it went rather smoothly, although I know that with experiments also a lot of challenges come and also unexpected problems, but I think you managed always to keep calm and to just continue and try to solve the problem. You never complained. I think you are a very good team player, always remaining, trying to help the others in the team as well, while having your own work that needed to be done. So I want to thank you for those 4 nice years in our team, and it was a real privilege to have you in our team. Thank you. Thank you, Veerle. Thank you, Veerle. We've almost come to an end of the first part of the public defense. There will be later on a proclamation. But it is a public defense, so the audience is allowed to ask questions. So here's my question. Are there any inquiries, remarks by members of the audience? It might be easiest if you go to the chat and ask your question. I'm afraid the chat remains empty. I think everything was very clear, Maxim, so there are no questions left at all. Okay, thank you. I now suggest that the jury will adjourn for deliberation, and that the members of the jury leave this session and go back to the other session for the deliberation. And Maxim, we will shortly be back. Okay, thanks. Okay. See you later. See you later.
Hello again, Maxim. Hi. Hi. Maxim, there's somewhere an echo. Okay. Yeah. Should be fixed. Okay. Yes, it is fixed. May I ask the members of the jury to switch on their cameras because it's a proclamation? We're not. Okay. They probably should speak. Yeah, indeed. We only pop up in front if we say something. Yeah, okay. So the more you speak, the more you come on top. Yeah. Okay. Good afternoon again. Good evening, almost everybody, dear colleagues, ladies and gentlemen. Maxim, the jury has deliberated on two aspects of your. Firstly, the presentation of your PhD research, and I wrote down some impressions, such as that you gave a cool and clear presentation. It was very well structured, and everybody was unanimously said a big well done. It was much appreciated, and certainly a great job to integrate all this research of 9 chapters into a talk that really was accessible for a large public, or to a large public. That was much appreciated. And we also deliberated on the answers you gave to the questions by the members of the jury, and excellent answers. Everybody was very positive. And then finally, again, unanimously, that you have the true spirit of a fine researcher, which is a nice compliment, I think. So after this deliberation, the jury could conclude that you have proven to fulfill all the requirements, and that we decided to grant you, Maxim Dupré, the academic degree of Doctor in Science Geology. So, from now on, you will be addressed as Dr. Maxim Dupré. Our sincere congratulations. Thank you. It's a pity that I cannot give you personally your diploma, but in one of the coming days, you can come and get it in the lab. Yeah, I'll take my book as a diploma. So. Yeah, okay, do that. Okay. I do not know if somebody of the jury wants to add something to Maxim. Maybe I just want to congratulate again. I really, really appreciate your work, your presentation, how you answer the question. I appreciate that you have knowledge which is going further than just the specific subject. So really, congratulations and success. In Dutch for your future career. Thank you. Okay. Thank you. So, Maxim, with these final words, I will close this session of the faculty. Maybe I can also say something. Usually the candidate, the new doctor, gives an invitation for a reception, but... No reception this time, but I do want to thank my promoters for giving me the opportunity to do the research and for the good guidance. And also Tim de Kock, who supervised me along the way, was a very, very large help during all of the experiments and the interpretation. And then I also want to thank you all, the members of the jury, for taking the time to read it. It was a very lengthy thesis, so thank you very much. And then I also want to thank my colleagues for the nice working atmosphere and all the help I got during the time I did the research. And I also want to thank my friends and family, and all the people that watched this
this presentation. So thank you all for your support and for your interest. And last, I want to thank my girlfriend Julie for all the support and love, especially during these hard times for us all. So yeah, thank you everyone. And yeah, no reception. But, yeah, maybe that will come later. Okay, thank you. So Maxim, before closing this session, I wish you all the best in your future career. Thank you. Bye. Thanks to everybody, and bye. Bye. Thank you. Bye. Congratulations. Maxim. Bye. Congratulations. Thanks. Well done. Bye. Maxim, yeah. Do not forget to stop the recording, because otherwise the file will be too large and it will not be available. And can I stop it?